Joseph Anton Brookner. Geboren in 1824 in Ansveld in Oostenrijk en overleden in 1896 in Wenen. Zijn werkzame carrière begon als hulponderwijzer in een klein dorpje nabij Linz, En hij overleed in een optrekje in Slot Belvedere te Wenen. Ik ga het in dit filmpje kort hebben over zijn leven, over zijn symfonieën en speciaal daarvan de Zevende Symfonie. Over zijn relatie tot Wagner. En bovendien vergelijk ik nog het een en het ander aan opnames die naar mijn mening relevant zijn. Hij studeerde viool en piano en compositie en werd vooral beroemd vanwege zijn orgelspel. Hij is nogal perfectionistisch, leidt aan dwangneuroses, bijvoorbeeld het altijd het tellen van alles wat hij tegenkomt, dus de blaadjes aan de boom en het aantal toetsen op de piano. Hij wil altijd alles beheersen. Hij is van redelijk eenvoudige kom af. Hij draagt ook altijd provinciaalse kleding. Uh, hij spreekt met dialect. En vindt maar moeilijk aansluiting in de, in de meer culturele sector van dat moment. Uh, hij heeft daarom ook een enorme bewijsdrang dat hij er wel bij hoort. Dus hij haalt diploma's na diploma's en blijft maar studeren. Dus het uiteindelijk uitbrengen van composities, dat heeft hij heel lang voor zich uitgeschoven. En pas op 40-jarige leeftijd komt hij naar buiten met een mis en zijn eerste symfonie is C klein. Zijn composities maken weinig indruk en worden ook niet echt goed begrepen. Hoewel men wel hoort dat het goed in elkaar zit, er komt op een of andere manier het klankbeeld wat eruit voortkomt, komt dat niet aan bij de mensen. In 1855. Wordt hij uh, domorganist in een kerk in Lienz. Um, hij blijft maar diploma's halen en hij blijft zich maar uh, bewijzen, uh, terwijl hij nog steeds niet echt goed begrepen wordt. Hij, hij krijgt in 1867 een zware depressie en uh, hij wordt opgenomen in een kliniek. Uh, een jaar later, gelukkig, wordt hij genezen verklaard. En als dank voor deze genezing componeert hij zijn eerste grote. Uh, mis die hij opdraag, opdraagt aan God uh, om hem daarin te bedanken dat hij weer beter is. Langzaamaan komt er wat erkenning voor zijn werk, maar hij blijft toch altijd wel een vreemde eend in de bijt. Uh, waar men eigenlijk niet zo goed mee raad weet uh, om hem te plaatsen in het muzikale landschap wat er op dat moment is. Een van de redenen waarschijnlijk ook is, is dat programmamuziek op dat moment uh, heel erg uh, in zwoen is. Dus composities met een verhaal. Uh, composities op basis van een gedicht of die een natuurlandschap schetsen. Dat doet hij helemaal niet. Hij componeert eigenlijk absolute muziek. Dus muziek die eigenlijk geen relatie heeft tot een buitenmuzikaal onderwerp. In 1884 gaat zijn zevende symfonie in première. En dat blijkt zijn doorbraak te zijn. Want deze symfonie wordt unaniem lovend besproken en uh, zeer gevierd. Uh, bij de luisteraars. Dus na 40 jaar ploeteren is het hem dan uiteindelijk gelukt om een stuk te schrijven waarmee hij het publiek kan bereiken en waarmee hij zichzelf eindelijk kan bewijzen als een volwaardig componist. Ofschoon hij nog steeds wel vreemd wordt aangekeken vanwege zijn uh, ja, heel bescheiden en bijna timide karakter, zijn accent waarmee hij nog steeds spreekt en zijn kleding waar hij die, waar die zich mee kleedt. Ja, het past allemaal niet zo in het beeld van het culturele leven op dat moment. De laatste periode van zijn leven is hij eigenlijk altijd chronisch ziek en hij blijft last houden van zijn telneurose. Uiteindelijk komt hij te overlijden en kan hij net zijn negende symfonie niet afmaken en daarmee schaart hij zich in, de, in het rijtje van uh, de componisten die uh, lijden aan het negende symfonie-syndroom. Er zijn er een heleboel die het wel hebben gepresteerd en het begint eigenlijk bij negen. Maar uh, heel veel componisten die komen niet boven die negen uit en dat wordt een soort doom over deze mensen. En uh, ze zijn te bang om hem te schrijven omdat misschien daarna het leven ophoudt. En uh, dus ze stellen het soms uh, voor zich uit en soms redden ze het gewoon niet uh, en schrijven ze hem gewoon niet en blijft het steken tot de achtste of een half afgemaakte negende. Bruckner bleef heel erg schaven aan zijn symfonieën. Uh, de, het was nooit eigenlijk af en zelfs niet na publicatie was hij tevreden. Hij bleef maar doorschrijven uh, totdat hij het gevoel had van oké, okay, zo moet het klinken. Dat houdt dus wel in dat er uh, eigenlijk uh, heel veel onzekerheid bestond over de definitieve versies van zijn symfonieën. In 1827 besluit het internationaal Bruckner uh, orde op zaken te gaan stellen en op wetenschappelijke wijze uh, de symfonieën samen te gaan stellen en te gaan bundelen en te gaan uitgeven. Het eerste onderzoek staat onder leiding van Haas en er komt dus een hele Haas-uitgave van de Broekner-symfonieën. En dat vindt u ook vaak terug op bijvoorbeeld een cd'tje of een uh, LP, dat dat de Haas-editie is die gespeeld wordt. De Tweede Wereldoorlog slaat een weg in, uh, in dit onderzoek. En uh, na de Tweede Wereldoorlog wordt het opgenomen, uh, opnieuw opgenomen het onderzoek en uh, wordt het doorgezet. Leidend zijn uh, de brieven die er gevonden zijn, manuscripten, uh, maar uiteindelijk wordt uh, doorslaggevend het handschrift van Broekner. Uh, omdat dat het enige is waarmee ze echt kunnen bewijzen hoe bepaalde symfonieën in elkaar horen te steken. De tweede complete versie die er op de markt komt is die van Novak. Uh, dat zie je er ook vaak achter. Voor de zevende symfonie is er niet zo heel veel verschil tussen de Haas-editie en de Novak-editie. Het, het verschil zit hem vooral in het uh, Adagio, waarbij uh, er in de Novak-editie uh, een veel grotere bezetting is. Uh, dit is ook op aanraden erbij geschreven door Bruckner, door de dirigent die het in première liet gaan, Arthur Nikisch. En een, een, een vriend van Broekner die hem adviseerde om het laatste deel wat apotheotischer te laten klinken, wat hemelbestormender te laten klinken, alsof de hemel openbreekt. Dat heeft hij gedaan. Uh, uiteindelijk heeft Broekner nou nooit echt zijn fiat aangegeven dat het zo altijd uh, gespeeld moet worden. Dus uh, daar zit vooral het verschil. En voor de rest zijn het verschillen die eigenlijk minimaal zijn. Als je opnames gaat vergelijken, dan kan je al beginnen met drie opnames te vergelijken uh, van het Concertgebouworkest uh, door de jaren heen. Want het is natuurlijk uh, ja, een componist die veel gespeeld is door hun. En het bijzondere wel is dat er heel veel dirigenten uh, voor het orkest hebben gestaan die dit werk hebben gedirigeerd. Shai heeft het opgenomen. Van Beinum heeft het opgenomen. Natuurlijk Bernard Haitink heeft het opgenomen. Maris Jansons heeft het met ze opgenomen. Dus daar kan je al een vergelijking maken. Ik pak er echt er eentje uit en dat is die van Van Beijnen. Ik haal hem eruit omdat hij het zo prachtig dirigeert. En het orkest is echt in topvorm. Je hoort dat hij grote affiniteit heeft met, met eh, Broekner. Maler vond hij niet zo, maar Broekner dirigeerde die heel erg graag. Het is breed, het, is, het, het zit zeer gedegen in elkaar. Het is, het is vol van klank. Het is gewoon helemaal eigenlijk zoals je hoopt dat Broekner mag klinken. De tweede opname die ik wil noemen is die van Sergiou Sedi Bidake. Sedi Bidake blinkt uit in zijn tempo en dan met name het trage tempo. Hij pakt het allemaal heel breed en rustig uit. En het werkt fantastisch, want je hoort alle details, alle overgangen, de modulaties. Het is soms kippenvel wat je ervan krijgt. Het is zo prachtig gedaan. Gewoon omdat de muziek alle ruimte krijgt. De harmonieën... mogen klinken hoe ze zijn. Het is zeer minimaal... Uh, verschil in de tempi zelfs. Dus het wordt heel erg bij elkaar getrokken. Het lijkt een adagio te zijn... maar het is nooit en nooit... saai. De derde opname die ik wil... Uh, tippen is die van Günter Wand. Günter Wand heeft Schubert en... Uh, Bruckner heel lang uitgesteld om te dirigeren. Omdat hij het... ja, moeilijke moeilijke componisten vond, zoals hij zei. Um, uiteindelijk heeft hij het wel opgepakt. Uh, en pas op hoge leeftijd is hij Broekner gaan dirigeren. Maar hij heeft dan wel in hoog tempo ook uh, heel veel opnames gemaakt. Want uh, hij heeft twee keer de hele cyclus opgenomen. En bij de Berliner Philharmoniker is hij nog eens een keertje overnieuw begonnen... om um, alles op te nemen. Maar helaas kwam hij uh, te overlijden. Hij was zo oud uh, ja, uiteindelijk... ...dat het niet meer gelukt is. Ik wil graag die van de Kölner Radiosymfonieorkest eruit pikken... ...omdat ik dat eigenlijk van alle opnames die hij heeft gemaakt de beste vind. En dat komt omdat hij als een van de weinige dirigenten... Eh, ...zo fantastisch Wagner erdoor laat klinken. Het adagio was eigenlijk aan Wagner opgedragen. Wagner was voor Boekner een ontzettend belangrijk componist... Uh, eigenlijk is het componeren zoals hij dat doet uh, zeer sterk beïnvloed geraakt door het idioom van Wagner. En in dat adagio van die Zevende Symfonie zit verweven het uh, motief van Siegfried uit de ring. En uh, dat kan je erin terug horen. Dus omdat hij dat Wagner zo prachtig oppakt wat daarin zit, uh, vind ik dat misschien wel de allermooiste opname die van de zevende is gemaakt. Het is nooit pathetisch, maar het komt echt wel binnen en het heeft zelfs hier en daar een religieus karakter. Echter, ik wil ook een lans breken voor uh, vooral heel veel zelfonderzoek, want hoe leuk is het om van elke symfonie een andere dirigent uh, te hebben. Het is zo dat het idioom van Broekner eigenlijk zich niet enorm ontwikkelt Zoals bijvoorbeeld dat van Beethoven zich ontwikkelt, hè, van klassicisme naar romantiek. Het idioom is eigenlijk zeer herkenbaar van hem. En het is des te leuker om daar juist heel veel verschillende visies van te horen. Want heel veel dirigenten hebben een grote voorkeur voor het repertoire van Broekner en verbinden zich als zodanig er ook mee. En zijn daarin ook echt overtuigend. Harnoncourt, Abado. Ooyke en Jochem, het zijn allemaal dirigenten die fantastisch Broekner dirigeren. En het is te leuk om van eigenlijk al die dirigenten misschien wel één uitvoering uh, in de kast te hebben staan. Dus koop vooral hele verschillende uitvoeringen van Broekners werken. En uh, mocht je voor een zevende gaan, nou ja, Gunther Wand wat mij betreft. Maar bij deze weer, hieronder vind je de playlist, daar staan alle opnames... Uh, waar ik het over heb gehad uh, uh, in. En die kan je zo aanklikken. Like het filmpje als je het leuk vindt. Klik nog even door naar andere filmpjes van me. En uh, heel veel plezier bij het luisteren van de Zevende Symfonie van Broekner. Zijn grote doorbraak bij het grote publiek.